Dit is het nieuws uit Enschede van woensdag 3 mei. Onafhankelijk onderzoek ingesteld naar politieactie bij FC Twente. En 1000 studenten buigen zich over echte breinbrekers. Iedereen is hier hard aan het werk. Iedereen heeft het supergoed naar zijn zin. Goedenavond. Zwembad Aquadroom staat vanavond centraal in het SBS6-programma Smerige Zaken. Keurmeester Rob Geus noemt het zwembad in de aflevering onder meer een prehistorisch vieze bak. De gemeente heeft naar aanleiding van zijn bezoek extra onderzoeken aangekondigd. Uit eigen onderzoek van het zwembad zijn geen opvallende zaken gekomen. De aflevering is om 9:30 te zien bij SBS6. Er wordt momenteel hard gewerkt om de vele gaten in de Gronauwse straat weg te werken. De reparatie heeft even op zich laten wachten omdat door de vorst nieuwe schade zou kunnen ontstaan. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer over de busbaan geleid. De weg is naar verwachting vrijdag helemaal opgeknapt. Hond Bruno, die afgelopen week zou zijn vergiftigd door gebakken spons in de Helmerhoek, blijkt niet te zijn overleden aan vergiftiging, maar aan kanker. Dat meldt de behandelend dierenarts. Onder hondenbezitters in de Helmerhoek ontstond de afgelopen dagen veel onrust. De dierenarts laat echter weten dat er in Nederland nog nooit een hond is overleden aan het eten van gebakken spons. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de politieactie tijdens de wedstrijd FC Twente PSV vorige maand. De actie leidde tot een dreigende situatie in het stadion en tot rellen na afloop van het duel. Er is nog veel onduidelijkheid en dat zorgt voor irritatie tussen de betrokken partijen. Het streven is om het onderzoek deze maand nog op te leveren. En ander nieuws over FC Twente. Zo'n 200 supporters namen vanochtend een kijkje bij de open training van de club in de Grolsvesten. Maar dat was niet het enige. Supporters met een jaarkaart kregen de mogelijkheid om hun eigen plekje uit te kiezen op de tribune voor het volgende seizoen. Hoe is het nou om een training voor FC Twente te bekijken? Ah, is mooi. Ja? Ja. Ga je vaker of is het eenmalig? Nee, eenmalig. Want je hebt schoolvakantie? Ja. Ja, ik heb vakantie. En dan denk ik ga een training voor FC Twente bekijken. Ja, dat denk ik zeker. Ja, mijn broer ging en ja, toen vond ik het ook wel leuk om mee te gaan. Gewoon één keer in de zoveel tijd gaan we eens een keer naar een wedstrijd toe. En als je nou wat ouder bent, dan komt er wel een seizoenskaart? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Dat is wel. Als je hier nog bent, wat is je favoriete speler? Jas Hooiveld. Hooiveld? Ja. Dat hoor je niet vaak. Nee. Waarom Hooiveld? Gewoon een mooie gast. Mijn favoriete speler, ja. Een beetje Makotje of Unal. En denk je dat ze allebei blijven? Ja, ik hoop het wel. En nou weet ik, normaal met FC Twente wedstrijden, dan sta je altijd fanatiek de trommel in vak P. Waar is die vandaag? Die was dus zwaar op de fiets. En niemand kon je helpen? Nee. De supporters hebben vandaag weer eens de mogelijkheid om echt een stoeltje uit te zoeken in het stadion voor het komende seizoen. Waarom heb je ervoor gekozen om even langs te komen? Nou, weet je, ik vind het wel prettig dat ik hier van weet wat voor beeld ik op het veld heb, waar ik precies zit. En daarom ben ik even langs gekomen vandaag. Want je hebt dus, als ik goed begrijp, 4 kaarten gekocht? Ja, ik heb 4 kaarten gekocht vandaag. Klopt. En waarom is dan deze plek geworden en niet ergens anders in het stadion? Nou, ik heb de jaren daarvoor heb ik boven vak P gestaan, dan moet je de hele wedstrijd staan. En ik vind het wel prettig dat je af en toe ook even kunt zitten tijdens de wedstrijd. En dat je redelijk dicht naast het uitvak nu zit, dat is geen probleem? Nee, dat maakt me niet uit. Ik denk dat ik harder zing als het uitvak, dus dat komt wel goed. En heeft Groningen de laatste thuiswedstrijd bij je er wel weer? Altijd. Met trommel? Altijd. De grootste studentendenktank ter wereld was vandaag te vinden in Enschede. Zo'n 1000 studenten bogen zich op de campus van Universiteit Twente over uitdagende vraagstukken vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Create Tomorrow is de werelds grootste studentendenktank. Dus op dit moment zitten we met z'n allen in één grote tent. Circa 1000 studenten werken op dit moment aan cases van bedrijven. Het doel is eigenlijk ten eerste om een supermooie dag te hebben. Maar wat ook heel belangrijk is dat er natuurlijk goede oplossingen voor de cases worden bedacht vandaag. Aan welke casus hebben jullie gekregen? Wij hebben de casus van Thales, waarbij we eigenlijk een manier moeten bedenken om zo min mogelijk mensen in en om het spoor te krijgen. Daarbij kan je denken aan koper, dieven, maar ook zelfdodingen die om het spoor plaatsvinden. Ja. Met deze case zijn we heel blij. Het was onze eerste voorkeur, dus dat geluk hebben we. En deze case maakt zo mooi dat het ook een maatschappelijk doel heeft. En dat is in deze tijd, wordt steeds maatschappelijker. De maatschappij gelukkig maar. En daar kunnen wij proberen aan bij te dragen. Thales is het bedrijf dat onder andere achter de overchipkaartpoorten zit en ook de geldstromen. Daarnaast zijn wij ook actief in het beveiligen van sporen. En dit is eigenlijk nog eentje waar ProRail, onze klant, ook nog heel erg naar op zoek is.
we hopen hier ideeën op te doen. Ja, het leukste vind ik gewoon dat we met z'n allen in één grote tent zitten en gewoon de hele sfeer. Iedereen is hier hard aan het werk. Iedereen heeft het super goed naar zijn zin. Dus ja, gewoon een groepsgevoel vind ik het allermooiste. Jullie zijn nu een tijdje bezig. Hoe verloopt het? Ja, het verloopt voorspoedig. Ja, we hebben heel veel ideeën. We hebben echt het idee dat we ook originele dingen hebben bedacht. En nu de laatste stukjes afronden en een half uur inleveren. Wat maakt jullie groepje nou echt beter dan andere groepjes? We werken al heel lang samen. We spelen samen in een hockeyteam, dus we kennen elkaar heel goed. We weten elkaars sterke punten en daarin kunnen we elkaar goed helpen. En dan nog het weer. Vanavond is er kans op een bui en vannacht koelt het af naar een graad of 8. Morgen is het overdag nat en bewolkt met zo'n 12 graden. Ook in de avond tijdens de dodenherdenking is er kans op een bui. De vooruitzichten voor het weekend zijn een stuk beter met af en toe zon en zo'n 18 graden. Tot zover het nieuws uit Enschede. Hierna het NOS-nieuws in 60 seconden opgevolgd door Twente Plat. Bedankt voor het kijken en een fijne avond.